een dag of twee geleden heb ik echt best wel zitten flirten. Ik hou helemaal niet zo van friet en hamburgers, maar ik vind dus ijsjes heel lekker. Dus ik haal wel ijsjes met mijn dochter bij de snackbar. Ik had een soort niet-suikerbeleid toen ik mijn eerste kind kreeg. Van, oh slecht, je moet kinderen geen suiker geven. Nou, heb ik volledig overboord gegooid. We gaan dus echt, in deze coronatijd hebben we elke dag wel een ijsje gehaald. Gisteravond nog voor het laatste soort leugentje heb verteld, want dan heb ik dus kleding besteld. Dan kan ik niet slapen s'nachts, dan bestel ik kleding. En dan zegt mijn vriend op een gegeven moment, heb je nou alweer iets besteld? En toen zei ik, nee, al deze pakjes zijn voor Leentje, zei ik. Al deze postpakketjes, dat is mijn dochtertje. Maar dat was niet waar, want er was er eentje van mij. Ik had een interview voor de Libel. Nee, serieus. Helemaal vergeten. En eigenlijk was ik de fotoshoot die erbij hoorde de volgende dag ook vergeten. Ik heb het niet in mijn agenda gezet. Dat is echt niks voor mij. Nee, ik strijk nooit. Ja, er reed een jongen langs in een auto. Een man, die ken ik nog van vroeger. Ik had een vaste stamkroeg. En die heeft mij zeker 10 jaar niet gezien. En die draaide zijn raampje open. Toen riep hij naar buiten. Hé man, jij mag echt nog steeds wezen. Goed gedaan. Ik heb nog nooit een make-over gehad. Ik moet zeggen, ik heb 2 kinderen gekregen in best wel een korte tijd. Dus eentje is nu 2,5 en die andere is 7 maanden. Dus ik was heel lang ook een soort van in de babybubbel. Maar ik ben dus sinds een paar maanden, staat opeens alles weer open. Dus ik heb, ik denk een dag of 2 geleden, heb ik echt best wel zitten flirten. En ik liep er ook een beetje rood van aan. Maar toen liep ik weg en dacht ik, oh lekker, het is er weer. Maar je alleen voelen is tegenwoordig een positief ding. Hè? Ik heb 2 jonge kinderen thuis en een man. En we wonen met z'n allen op een woonboot. Dus je alleen voelen heeft voor mij een soort van, oh, ik kan een boek lezen, het is me-time. Ik heb me gisteren voor het laatst heel gelukkig gevoeld. Ja, ik zit in een hele goede periode. Ik heb gisteren gefilmd van mijn nieuwe platform. En daarin maak ik korte reportages, net als op televisie eigenlijk, alleen dan korter. En daarvoor ontmoet ik zoveel inspirerende, gekke, onaangepaste mensen, dat ik daar helemaal gelukkig van word.